Leuk dat je weer kijkt. Ik maak vandaag aubergine met granaatappelpitjes. Is een recept van Jotam Ottolenghi. Hele hippe de pippenkok. Ja, rings a bell? Ja, daar heb ik veel over gehoord. In de lengte gaat hij door. En die aubergine gaan we even garen in de oven. En om dat wat beter te laten gebeuren, maak je er wat inkepingen in met je mes. Zodat we, als we daar dadelijk wat olijfolie overheen doen, dat er ook goed intrekt. Dus op het bakplaatje. Ik heb de oven voorverwarmd op 200 graden. Dus die mogen bij jou. En dan kun je ze even met olijfolie echt royaal insoppen. Dat trekt erin, die olie. En eigenlijk is het idee dat je doorgaat tot je het niet meer helemaal opgezogen ziet worden. Even kijken, dan hebben we hier ook nog iets heel spannends. Dat gaan we straks gebruiken. Dat is zaatar. Dat is een kruidenmengsel uit het Midden-Oosten. Wat ze maken van een soort wilde oregano. Het zit een beetje tussen oregano en tijm in qua smaak. Met sesamzaadjes, die zie je ook wel. En nog formale sumac. Dat zijn een soort besjes. Dus die geven net weer een beetje een zuur smaakje. Dan doen we daar overheen wat zout en wat tijmtakjes. Oké, dan kunnen ze in de oven, 200 graden, 35 tot 40 minuutjes. Dan zijn ze gaar en zacht en dan laat je ze weer even afkoelen. Dus dat had ik even voorbereid. Kijk, en dan ziet het er zo uit. Want je eet ze op kamertemperatuur. Kijk, nu zijn ze echt zacht, dus je kunt straks dat vruchtvlees er zo uit scheppen. Maar er gaat eerst nog een dressing over. En die maken we van Grieks yoghurt, wat we aanlengen met een beetje karnemelk. Ja. Als je dat door elkaar wil kloppen. Tuurlijk. Zo? Ja, het moet gewoon een dikke, schenkbare dressing worden. Ja. Waar nog dit... Heel klein beetje bij. Ja. Dit teentje knoflook nog bij moet dadelijk. En anderhalve eetlepel olijfolie. Here comes the garlic. Dan is die dressing klaar. Die kan je eventjes gewoon even wegzetten. Want we moeten ook nog de granaatappel te lijf. Nou, je snijdt hem eerst door. Ja, doormidden gewoon zo? Nee, zo, ja. Boven een kom. Ja. Dan hou je hem zo vast, dat die pitten daardoor kunnen. En dan sla je hem op zijn kop met die lepel of met een mes. En dan zou je die pitjes eruit moeten slaan. De meeste pitjes zijn eruit. Ja. Nou, dan gaan we onze aubergines afmaken. Nou, dan lepel je hier nu wat van die dressing over. Dat kan er wel ook een beetje zo inlopen. Nou, dan gaat er wat van die zaatar over. Een klein beetje toch zo? Ja, een beetje zo sprenkelen. Nou, dan dadelijk aan tafel doen we die prachtige pitjes erover. En dan nog een scheutje olijfolie. En dan eet je dat met warm pita brood. En dan heb je echt een heel spannend... heel bijzonder voorgerechtje. Lekker?